Ja, nou, dat is natuurlijk zeer terecht. Want digitaal bezoek heeft natuurlijk ook wel weer zijn voordelen. Gelukkig hebben we zo het contact weten te behouden. Maar we staan nu echt op het punt om dat fysieke bezoek weer toe te laten. Er zijn een paar organisatorische zaken die we nog moeten afhandelen. Dan kan het fysiek bezoek ook weer plaatsvinden. Dat betekent ook wel dat we nog steeds rekening moeten houden, ook omdat er nog besmettingen zijn op het eiland. Met de mogelijkheid tot besmettingen. Dus we hebben ook wel de fysieke bezoekssituatie aangepast. Hè. Dus er zit plexiglas tussen. We hebben te maken met hoeveel mensen laat je binnen op het moment dat het bezoek is. Die situatie is wel aangepast op COVID. Dat zal ook wel zo blijven. En daarnaast hebben we ook het digitale bezoek door laten lopen. Dus men heeft nu eigenlijk een soort keuzemogelijkheid. Het is of digitaal bezoek of fysiek bezoek. En ja, ik schat, maar dat is nog wel even met een slag om de arm. Omdat we ja, toch weer met een oplopende besmettingssituatie hebben hier op het eiland. Hè. Dus wij zijn wel heel voorzichtig om dat besluit te nemen. Maar ik schat zo in dat wij toch wel gewoon binnen nu en als de situatie niet verandert, zeker weer over moeten gaan tot fysiek bezoek of zoveel eerder. En dus met fysiek bezoek, hoe kunnen ze komen? Een keer per week, een keer per maand, hoe gaat dat? Nou ja, er is gewoon, de gedetineerden hebben recht op 1 uur bezoek per week. En dat kan digitaal zijn. Dat kan ook fysiek zijn, dus dat is of. En dat is gewoon de wet die dat ons voorschrijft. Voor wat betreft de COVID-pandemie en de gevangenis? Ja, uiteraard. Kijk, ik heb natuurlijk iets verteld over bezoek, omdat dat wel een hele rigoureuze maatregel was. Maar we hebben hier in het eiland een lockdown situatie, op het eiland een lockdown situatie gehad. En die hebben wij hier binnen ook gehad. Wij waren zo ver, want we hebben ook een aantal medewerkers die besmet zijn geraakt met het virus, moesten wij binnen ook gewoon maatregelen nemen. Want er zaten op een gegeven moment ook 25 medewerkers in quarantaine. Nou, dat is nogal wat. Hè. Dus je moet ook zorgen dat je bedrijf ook doordraait. Nou, we moesten ook gedetineerden beschermen tegen het virus. Dus we hebben ook een lockdown binnen de inrichting gehad. En dat betekende ook dat gedetineerden echt op hun afdeling moesten blijven. Dat er geen verkeer meer binnen bestond binnen de inrichting. Dat docenten en leveranciers niet binnen konden komen. En we hebben ook wel situaties gehad dat we echt alle hands aan dek moesten om ook het dagprogramma van de gedetineerden nog enigszins invulling te geven. Dus het is best wel gewoon keihard werken geweest voor iedereen. Ook voor gedetineerden. Niet altijd even plezierig, want ja, in een gevangenis heb je al te maken met een beperkte vrijheid. Hè, en die proberen we zoveel mogelijk te geven binnen de muren. Maar ja, als je binnen de muren ook nog maatregelen moet nemen waarin je mensen moet beperken. Nou, dat was best een moeilijke periode. Ja.